Het nieuws in 1 minuut. Ex-neuroloog Janssen Steur heeft een vrouwelijke patiënt in hulpeloze toestand gebracht met de dood tot gevolg. Het is het belangrijkste verwijt van het Openbaar Ministerie aan het adres van de ex-neuroloog. Bleek vanochtend bij de behandeling van de strafzaak tegen Janssen Steur voor de rechtbank in Almelo. In totaal worden Janssen Steur 21 strafbare feiten ten laste gelegd. Medewerkers van de sociale werkvoorziening Topkraft hebben gedemonstreerd voor het gemeentehuis van Losser tegen de plannen die de gemeente heeft met het groenonderhoud. De gemeente Losser wil het onderhoud van het groen gaan uitbesteden aan hoveniersbedrijven. Een meerderheid van de Hengeloze gemeenteraad wil de overdekte terrassen in de binnenstad niet kwijt. Er ontstond commotie over de terrassen omdat de gemeente met regelgeving paal en perk wil stellen aan de wildgroei op stoepen voor cafés. Een 10-jarig meisje is aangereden door een auto op het Wilhelminaplein in Hardenberg. Verschillende hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het meisje werd uiteindelijk zwaar gewond met een ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.